mensen van het superleuke, goede Star Stable leven en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag hebben we een nieuwe race bij het Paardenstaatdorp. Jee, en er staan hier nog twee bolletjes, maar dat zijn zeg maar de twee van de weken, afgelopen weken zeg maar. Dus dat is niet zo bijzonder. Maar wie is de beste verzamelaar in het Paardenstaatdorp? Oké, dus dat betekent dat we een quest hebben. Pistache. Oké, dat blijkt dus dat eekhoorn te zijn ofzo. Heel leuk. Ik ga eerst even mijn paarden voeren. En even verzorging geven. En daarna gaan we naar Paardenstaatdorp. En ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat we niet al te veel XP krijgen. Maar ik moet het ook les een stukje nog 395 XP, jongens. 395. Zo weinig. Maar ik denk dat het een kleine update is. Maar het nieuws staat zoals normaal. Nog steeds niet online, want ik ben heel erg snel. Dus ja, even kijken. Paardenstaatdorp. Ik heb de reputaties ook allemaal naar, hoe heet dat, geliefd? Ja, bij tot 1500 gedaan hier in Paardenstaatdorp. Dus dat is nice. We moeten hierheen. Oh. Maar ik weet niet zeker of ik dat nou per se moest doen. Volgens mij heb je geen reputatie nodig voor deze race. Dus als je dat niet hebt gedaan, geen stress. Oké, hier. Volgens mij is iedereen een beetje boos. Dat was ook een kleine... Volgende week wordt er een Linde character geüpdate. Nee, maar nee. Jee, ik zou graag even kletsen, maar ik weet niet waar ik mijn pistachenoten heb gelaten. Wacht, ik ben pistache. Leuk om je te zien. 20 XP. Wacht, jullie zijn Ruiling Ranch Mesh. Jullie gaan uitgebreid over de tong. Wat? Oh, dacht ik. Maar goed, waar was ik mee bezig? Oh ja, ik help de woudpaarden en bloemen en paddenstoelen. Volgens mij moeten we gewoon heel veel dingen gaan verzamelen of zo bij deze race. Er is altijd zoveel te doen, maar het woud is gigantisch. Ik heb maar een hele korte beentjes. Eén van de... Zou je een eekhoorn willen helpen? Yes, sure. Volgens mij is dit het. Oh, het is zo'n race. Ik hou niet van deze races. Maar we moeten het er maar mee doen, dus. Oh, hier. Waarom? Oh, drukte ik op X. Oh, dat ging per ongeluk. Jongens, ik kan niet stoppen met praten over mijn nieuwe computer die dus binnenkort komt. Maar oh mijn god, ja binnenkort. Het kan nog 3 weken duren. Maar dat vind ik wel redelijk binnenkort. Ik kan er niet over. Ik ben zo excited. Maar deze kan je vrij snel doen. Dat is wel echt chill. En ik hoop dat je... Nu krijg ik 150 paarden XP, maar ik denk dat je dat... Dat je dat altijd wel krijgt. Hoop ik. That would be nice. Waar moet ik heen? Waar is het beest? Oh, hier bovenop zeker. Niet. Oké, nice. Ik wou eigenlijk dat het gewoon een race was, zeg maar. Gewoon. Hallo, ik ben Pistache. Oh ja, we hebben elkaar eerder ontmoet. Hebben jullie al de natuursnoep gevonden? Dankjewel. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Lord. Oh. Ah. Waarom zit iedereen te zeiken? Jongens, dat kan niet altijd. Ik snap dat het een korte update is, but come on. Deal with it. Serieus. Het is ook nooit goed, hè. Het is zo moeilijk om alles goed te doen. Sorry, het zijn waarschijnlijk kleine kinderen die dit allemaal zitten. Geef ons anders een code van 500 Star Coins. Meiden, die mensen moeten daar ook gewoon allemaal hun geld kunnen verdienen. En als Star Stable gewoon alleen maar Star Coins loopt te gooien, dan gaat nooit iemand meer wat kopen. En dan verdienen die mensen natuurlijk ook niks. Dat begrijp je toch ook wel? Maar ja, dat is de generatiekloof, denk ik. Die kindjes snappen dat nog niet helemaal. Ik snap het, dat het nice is als ze Star Coins geven, maar nee. Het kan niet, het kan gewoon niet. En het kan ook niet zo zijn dat ze elke week een super grote update hebben. Dat kan niet. En waarom niet? Omdat je... Ja, dat kost zo verschrikkelijk veel werk. Deal with it, weet je. Het is gewoon niet leuk, maar ja, whatever. Nou, dat was het weer.
Dat was weer de update. Ik heb nu een nog kleiner stukje over. Nou ja, elke XP helpt. Hier is trouwens een nieuwe... hier zie je een nieuwe reputatie ding. En dat is dat Big Bonnie machine horse faction name. Weird. Big Bonnie is die ene grote Bonnie uit de Zilverkleeddorp met die klok. I'm wondering if she will be back in New Crest. Ik hoop dat ze terugkomt. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar kijk, zoals je ziet heb ik... Oh, bij deze race krijg je dus XP voor de woudpaarden bij, zie ik. Dan is het dus ook wel logisch dat we misschien in de volgende updates ook nog races krijgen voor de mystieke en de krijgers. Dat zou wel heel leuk zijn. Aangezien de update nu al, dat ik die nu al eigenlijk ook heb gespeeld, ga ik gewoon even, nu ik hier toch ben, weer even de reputatie doen. Want ja, je weet nooit, straks krijgen we ineens een reputatiequest en dan heb je de reputatie niet gedaan. En dan moet je eerst weken wachten voordat je de update kan spelen. En dat wil ik niet. Dus ja, laten we maar gewoon spelen. Ja. Ik wil ook nog even een nieuwe outfit maken straks. Ik vind deze outfit trouwens wel heel leuk bij dit paard staan. Omdat het ook een roze snoetje heeft. Heel erg cute. Hoe laat is het? Oh, jongens, deze update was ook vrij snel klaar. Het is nu 9:50. En meestal is de update pas na 10:00 klaar. Maar aangezien het zo'n kleine update was, konden ze het lekker snel fixen. Waarom kom ik overal vast te zitten? Oh mijn god. Ja, jij. Dan moet ik weer terug. Oh. Nou, ja. Hoppatee. Ze wachten alleen vrij lang met bijvoorbeeld quest in het nieuwe gebied. Weet je, dat had ik in de laatste let's play ook gezegd, volgens mij. De helft van het verhaal ben ik alweer vergeten. Ze hadden er eerder mee door moeten gaan, maar ja. Iedereen zit echt... Oh. Erg. Girls, accept it. Go on with your life. Het leven is geen ponykamp. Oh. Zo. Oh. Ik zit te denken wat ik nog meer kan vertellen. Ja, zoveel bijzonders bleef ik niet. Ik ben echt... ik zit dus in een club Springstars, ja. Alleen, het zijn dus zoveel mensen die random ons gaan uitmaken voor cheaters en zo. Omdat wij gewoon, ja, wij zijn gewoon een raceclub, weet je wel. Wij hebben veel high scores, nou en we winnen... Meestal is de top 3 gevuld met alleen maar leden van Springstars. Als we champs zijn, maar dat betekent echt niet dat we cheaters zijn, guys. Er zijn ook mensen met skills op deze planeet. Oh, sommige mensen, echt waar, zijn zo jaloers. En dan kunnen zij niet racen en dan gaan ze ons vervolgens uitmaken voor cheaters en hackers en zo. Terwijl er echt overduidelijk andere mensen hier zijn die cheaters zijn. En it ain't us. Like, oh my gosh. Maar ja, het is zo makkelijk om iemand uit te maken voor cheater. Als je zelf niet kan racen. Want ja, dan is het logisch als iemand finisht voordat jij op de helft bent. Aangezien je zelf niet kan racen. Ja. Know your shortcuts. Oefenen. Ik doe echt... Oprecht, soms gewoon zo. Ik doe soms 3 uur lang om een highscore te verbeteren. Met 1 race. Ik zit echt constant zit ik dan te racen. Op die race, weet je wel. En mensen denken, oh, dat heeft ze vast in 1 keer gedaan. Nee, het gaat echt gewoon, het duurt zo lang voordat ik dat heb. En dan gaan ze je ook nog uitmaken voor cheater. Terwijl, come on, ik heb er zoveel tijd in gestopt, zoveel moeite voor gedaan. Alle shortcuts geprobeerd. Weet je wel. Just accept that we are just good. Ja, en er zijn ook echt mensen die eerst onaardig tegen ons gaan doen. Tegen de club, zeg maar.
En dan vervolgens ineens super aardig gaan doen. Zo van, bitch, nee, nu hoeven we jouw gezeik ook echt niet meer aan te horen. Misschien klinkt dat heel arrogant of zo, maar come on, ga niet zo lopen doen, meid. Diegene doen we altijd heel sarcastisch en ineens heel aardig. Super raar. Eerst fucking onaardig doen en vervolgens gewoon super sarcastisch zijn. Weet je wat, ik ga more than chap doen. Ja, dat ga ik doen. Over 10 minuten begint hij. Maar niet op dit beest. Ik ga natuurlijk even op mijn Pintabian. Mijn race knol. Ja. Zo. Ja, ik had ook gehoopt dat de update iets langer was. Dat we iets meer moesten doen met, in verband met de race. Maar aangezien dit een verzamelrace is, zeg maar. Kan je ook dus niet de race opbouwen. Oftewel, ons, weet ik veel, wat we soms ook wel moeten doen. Dingen opruimen en zo. Dat soort dingen. En de sprongen bouwen, dat soort shit. Maar dat kon nu niet. Dus nou, we hebben minder XP. Maar dat maakt niet uit. Wel weer een nieuwe race. Dat is wel nice. Ook al ligt die Wildwoods niet per se heel erg snel op de route, omdat het echt voor, wat is het, heel ver weg is. Maar, dat denk ik, ja. We gaan naar Moorland en we gaan lekker lopen. Misschien vinden we nog wat bloemetjes onderweg. Is hier een bloemetje? Nee, natuurlijk niet. Oh. Hoe laat is het nou? Oh ja. Ik vergeet steeds dat ik ook gewoon zometeen nog een uur les heb. Maar ik heb mijn wekker staan, dus het komt goed. Ik moet over een uur pas bij de les zijn, dus dat scheelt. Ik heb helemaal geen vrienden. Niemand is online. Waarom is niemand online? Nou ja, over het algemeen heb ik ook helemaal niet zoveel vrienden. Echt old school mensen die ik van vroeger ken en zo. En dan clubleden. Maar verder ook niet. Nou, ik wacht even hier. Totdat het weer tijd is. En dan zien jullie mij straks weer als het begint. Nou, we gaan beginnen. Het was net heel zielig. Het was een meisje. Die hier ook staat. En die zegt zo. Wil u me alsjeblieft laten winnen? Want mijn vrienden pesten mij. Omdat ik nog nooit iets gewonnen heb. En dat is echt zo sneu. Gelukkig zou iemand anders houden van... Ja, maar dan zijn het toch ook geen vrienden als ze je pesten? En toen zei ik zou andere vrienden zoeken als ik jou was. En toen zei zij, dankjewel, dat is wel waar. Dus dat is best wel erg sneu. Gewoon boeien. Oh, wat doe ik, joh? Wat doet mijn beeld? Oh mijn god. Dat was niet de bedoeling. Dat was zeer raar. Ik hoop echt serieus dit stuk. Oh, die lag die je krijgt. Die er overigens nu niet is. Which is... Kijk, dit is. Oh. Ik heb geluk dat ik nu niet dood viel. Of zeg maar een gevaarlijke val kreeg. Serieus, want dat is echt killing. Ik ben even heel erg geconcentreerd. Ik kan ook niet wachten tot mijn nieuwe computer er is. Geen lag. En kijk, oh. Het ging ook nog maar net goed. Nou, hier gaat het ook altijd nog maar net goed. Of juist net niet. En ik ga... Kijk, dit is zo kut. Oh. Godver. Oh, sorry. Ik word er heel agressief van. Ik stuurde niet eens. Ik stuurde niet eens die kant op. Ik stuurde letterlijk de andere kant op, maar... Sarsable vindt het blijkbaar een goed idee om mij de andere kant op te sturen of zo. Er komt heel veel agressie in me los als er iets niet gaat zoals ik het wil. En ik doe het niet eens. Kutspel. Oh. Nou, daar gaat mijn plek. Ik stond lekker eerste, maar nee. Gelukkig is Corinne. Ik bedoel, Quinn. Ja, doei. Nou, zo gaat het dus ook soms. Ik kan niet wachten tot mijn computer lekvrij is. Die gewoon
doet wat ik wil. Ook al lag dit wel een beetje aan Star Stable, want het is gewoon een bekend probleem. Dat het... Soms, als je landt, dan gaat je paard gewoon eens woem naar links. Terwijl je echt recht stuurt. Maar waar ik dus laatst achter kwam, is dat als je, zeg maar, stel je bent zo, draai je gewoon recht uit en je drukt eerst het rechterknopje in dat je naar rechts wil en vervolgens links, gaat hij alsnog links, ja? Doe je eerst links en dan naar rechts, blijft hij nog steeds links gaan. Dus links heeft voorkeur of zo, zo raar. En als je het tegelijk aan doet, ook links. Dus ik weet niet. Ik weet ook niet waarom. Ik weet niet of dat normaal was bij een spel, heel eerlijk gezegd. Maar ik kwam er gewoon laatst achter. It doesn't make any sense, but... Jesus. Die lag. Oké, ik moet deze ook nog even. Weer, ja. Hoezo heb ik... Oh ja. Oké. Nou, ik vind het alweer genoeg voor vandaag. Oh. Hopelijk win ik deze dag nog wel een champ. Ik ga ook nog even editen straks, denk ik. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. En reageer op deze video. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer zaterdag bij de Let's Champ. Tot dan. Doei!